Ja, hij is 19 jaar, komt uit Dokkum en maakt thuis muziek op een 8-sporen-recorder, wat hij vervolgens allemaal op Bandcamp slingert. Daar werd hij als eerste opgemerkt door Mexicaanse bloggers en een Frans label die zijn muziek uitbracht. Inmiddels begint hij ook in eigen land op te vallen tijdens de popronde als supporteract van Thomas Hazier. En onlangs nog met een geweldige show op Noorderslag. Yuko Yuko staat om me heen, Elias. Dat gaat goed. Dan word je als eerste opgemerkt in Mexico. Ja, klopt. Dat is het wonder van internet, hè? Ja, inderdaad. Dat gaat dan via Facebook en zo. Begrijp ik. En mensen luisteren dan. En op een gegeven moment dan kun je niet meer over straat eigenlijk. Nou, met name omdat ik er nooit ben. Maar... Nee. Maar inderdaad, ja. Dat vind ik wel geestig. En in Frankrijk heb je een label. Jullie gaan in Frankrijk... word je uitgebracht? Ja, klopt. De Babes EP die kwam eruit en die is eruit gebracht. En we gaan daar toeren inderdaad. Vanaf maandag. God man, dinsdag is de eerste show. Je bent nu al te groot voor Nederland eigenlijk. Nou ja, we zijn blij dat je er nog bent. We zijn blij dat je er bent. Hoe heet het nummer? When a Cry Will Smile. Oké, okay. Yuko Yuko. I'll smile.